gekeken? Ja, wat ik leuk vind is wel vooral bij Tony Verlinden, die er echt geen makkelijk half jaar achter de rug heeft. Nee. Dat hij zo na de winterstop opstaat. En kijk, hij stond echt op. Dat vond ik wel opvallend. Hij is ook een jonge speler. Hij heeft veel talent. Ik heb hem ook nog eens geschreven met Joost bij Jong Nederland tegen Slowakije toevallig. En ik vind hem wel echt gegroeid. Ja. En maar vooral mentaal gegroeid. Dus ik vraag me af wat er precies is gebeurd. Vechtpartij op de training. Nou, maar het is niet pas sinds de winterstop. Hè. Hij is eigenlijk vanaf die klassieker speelde hij ook heel goed. Ja. En daarna is hij eigenlijk weer langzaam een beetje vast in het elftal gekomen. Ja, maar ik denk ook dat er een soort knopje bij hem is omgegaan op verschillende vlakken. Hij heeft natuurlijk in de zomer is hij bij Feyenoord gebleven. Hij speelde niet, zat op een moeilijk spoor. Enigszins door de keuze die hij gemaakt heeft, hè, voor zijn moeder gekozen, voor zijn familie gekozen. Maar aan de andere kant ook, hij speelde niet bij Feyenoord omdat andere spelers beter waren. Dus hij zat eigenlijk in een dubbel pakket. En ik denk dat hij dat de afgelopen maanden een beetje een plek heeft kunnen geven. En dat hij nu weet, ook voor zichzelf, oké, nu moet ik vooruit. En dit komende half jaar moet ik laten zien wat ik in me heb. Nou ja, dat heeft hij gisteren wel laten zien. Ja, jij hebt hem bij Jong Oranje meegemaakt. Is het echt een speler van wie jij denkt, ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat hij niet gewoon een vaste basisspeler is bij Feyenoord? Ja, ik ken hem al wat langer. Toch al die jeugdselecties hebben jullie doorgelopen? Ja, hoe ik hem gisteren zag spelen was wel de oude Tony. Ja. Overal op het veld. Fel, agressief. Dwingend, hè? Ja, heel dwingend spelen. Ja. Maar ja, hij moet gewoon vertrouwen hebben, denk ik. En dat krijgt hij.